De vuilophaaldienst wordt geprivatiseerd. Dit zegt minister van Openbare Werken Riyad Noor Mohammed. Hij zei dat gisteren voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering aan onze nieuwsdienst. Het ministerie zal met de privatisering miljoenen Surinaamse dollars besparen, zegt hij. Het privatiseren van de vuilophaaldienst betekent ook dat de samenleving zelf zal moeten betalen voor het laten ophalen van vuil. Dit zal zodanig geschieden dat de burger het financieel niet zal merken, benadrukt Noor Mohammed. We willen gaan naar een stuk afstoting ervan. Dat mensen rechtstreeks gaan betalen voor een vuilophaal. Maar daarvoor moet je wel hun loonbelasting verminderen. Zodat de burger ziet waarvoor hij betaalt, dat het ook gedaan wordt. En dat de burger de controle kan hebben daarover. Een derde maatregel die we gaan ontwikkelen is gescheiden vuil ophaal. Over een paar maanden starten we als pilot in 2 resorten in Paramaribo, waarbij je vuil moet scheiden. We gaan de zakken gratis geven en dan moet je plastic apart zetten, karton, en dat gaat naar de recyclebedrijf. Als dat succesvol is, als iedereen dat belang begrijpt, dan gaan we dat proberen te doen landelijk, waardoor we minder afval krijgen op Ornamibo, want daar gaat het om. En het tweede ding is, we gaan verantwoord om met ons milieu. Toch, maar alles brengen naar Ornamibo is idiotig. Dus deze drie dingen zullen de hoofdzaken zijn die we binnenkort gaan ontwikkelen. De minister kijkt verder naar initiatieven van het bedrijfsleven om deze dienst aan te bieden aan de burgerij. Ook heeft hij aandacht voor de gebieden die nog geen vuilophaaldienst kennen. Maar misschien als de markt wil inspelen, het bedrijfsleven, je weet, ik heb ze opgeroepen. Als het bedrijfsleven wil inspelen, hierop mag dat ook. Trouwens, ik las een advertentie in de krant dat er een bedrijf dat al aanbiedt. Toch? En dan hebben we een vierde ding, dat zijn gebieden die niet bereikbaar zijn. Dat, ik denk daar als overheid zullen we zeker een handje mee helpen. En de vijfde ding is nu het vraag is dat de tarieven omhoog gaan. Tenminste, als ik goedkeuring van de regering krijg, dan gaan de commerciële tarieven omhoog. Maar ook de dienstverlening. Als er bedrijven zijn die ook een ton willen hebben, vuil ophaal, professioneel, dan moet je ervoor betalen en dan wordt het gedaan. Tot nu toe, denk ik, heeft de vuilophaal een goede naam in zijn algemeenheid. We hebben niet te veel klachten daarover. Minister van Openbare Werken Riyad Noor Mohammed gisteren voor de aanvang van de Raad van Ministersvergadering. Wij spraken hem over de aanstaande privatisering van de vuilophaaldienst.